Juffrouw gaf steeds maar pianoles, van 10 tot 6. Haar buurman die werd bijna stapeldol, van do, re, mi, fa, sol. Ze nam toen een lot in de loterij, geluk was aan haar zij. Ze geeft nu geen les meer, haar huis is nu leeg, want hoor maar wat ze kreeg. De 100.000, die hebben wij allemaal even graag. De 100.000, daar zit toch wel niemand mee in zijn maag. De 100.000, en weg met de zorgen en al verdriet. De 100.000, die heb je niet vaak, wel en niet. Frans Loodjesman uit de Jan Hendrikstraat klopt loodjes van de staat. Het was met een club van een man of 6, maar die ging op de fles. Want hoe hij ook speelde, die rare Frans, hij kocht zich steeds een strop. Zijn zwager die waagde toen ook eens een kans en streek de hoofdprijs op. De 100.000, die hebben we allemaal even graag. De 100.000, daar zit toch wel niemand mee in zijn maag. De 100.000, en weg met de zorgen en al verdriet. De 100.000, die heb je niet vaak, wel en niet. De 100 die is er weer uit vandaag, maar ging mijn neus voorbij. Al had ik de centen ook nog zo graag, een ander is nu blij. Het leven is ook vaak een loterij, met vreugde of verdriet. En ben je gezond en gelukkig erbij, dan heb je vast geen lief. De 100.000, en weg met de zorgen en al verdriet. De 100.000, die heb je niet vaak, wel en niet.